Dus je zou kunnen zeggen, je hebt hier een lichamelijke reactie. En die zijn heel, heel verschillend, zijn die reacties. Maar het is alsof er iets gebeurt in je lichaam. Als je bijvoorbeeld een emotie hebt als lachen, wat gebeurt er dan? Iemand vertelt een grap. Mijn zoon vertelt vaak grappen waar je dan om moet lachen. En dan, je lacht dan en dan in eerste instantie... en het klinkt uit. Als die goeie vertelt, hè, anders niet. En, ja, dan moeten jullie lachen. Je ziet dus eigenlijk wat er gebeurt bij zo'n emotie is. Hij gaat omhoog, hij vertelt hem op. Het gaat omhoog. Hè. Het komt op het toppunt. En het klinkt weer langzaam uit. In principe is een emotie eigenlijk iets wat je voelt in je lichaam. Wat door je lichaam gaat. Het wordt groot. En het klinkt weer uit. Als ik schrik van iets. We wonen in een huis met meerdere verdiepingen. De tweede verdieping zat voor de trap dat je weer omhoog moet, zat een deur. Dus je deed de deur open en dan kreeg je meteen een trap. Dan gingen we zo achter die deur staan. Zodat als iemand de deur open deed, dan zag hij in één keer iemand staan. En dan schrok hij alles weer altijd rond. Dus dat was... Je kreeg een reactie. Je ziet wat er gebeurt in mijn lichaam. Er gebeurt een enorme reactie. Dit. En nu als ik dan... Nou, in zo'n geval was dat om te lachen. Dus dan is het dan... Jij hebt me dat schrikken gemaakt. Poeh. Jeetje. En dan eventueel nog lachen en zo. En het klinkt weer uit. Ja. Maar als ik nu van iets schrik... En hetzelfde. Ik schrik van iets. Maar ik laat het niet uitklinken. Ja, jeetje. Wat is dat? Ik hou het bij me. Ik maak mezelf ongerust over iets. Zou er toch iets zijn? Is er iets hier wat ik... Er moet hier iets zijn wat niet klopt. Ik hou het vast. Die emotie blijft in mijn lijf zitten. Ik hou de emotie vast in mijn lijf. Hij gaat er niet uit. En dat wil dus zeggen dat ik eigenlijk op dit moment... ben ik iets aan het doen. Hier is het begin. Helemaal goed nog. Dan komt de emotie, gaat omhoog. En dan op dit moment blokkeer ik. Ik blokkeer de emotie, ik hou hem vast en ik laat hem niet uitklinken. En wat gebeurt er precies op dat moment? Op dat moment komt er een interactie tussen onze hersenen, onze cortex, de menselijke hersenen, de rationele hersenen en de emotionele hersenen. De emotionele hersenen zeggen, pas op, je krijgt een waarschuwingsteken van mij. Let op, je bent in gevaar, ga iets doen. En onze cortex, onze rationele gedachten, die zeggen... Jee, wat een onprettig gevoel. Wat een onprettige situatie. Ik wil deze situatie helemaal niet. Ik wil dit gevoel helemaal niet. En dus met onze rationele hersenen houden we de emotie tegen. Je zou kunnen zeggen, dit zijn allemaal pure emoties. Als ik het nog nauwkeuriger zeg, dan zeg ik, dit zijn primaire emoties. Dit zijn emoties die hebben wij gemeenschappelijk met de zoogdieren. Dat wil zeggen, de hogere zoogdieren kennen ook angst, kennen ook verdriet. Een olifant kent verdriet, een paard kent verdriet, een hond kent verdriet. Ze kennen ook pijn, maar vaker dan lichamelijke pijn. Wij hebben het dan meer over geestelijke pijn. Ze kennen woede, maar dan is... Ik noem dat eigenlijk liever in de eerste vorm agressie. Nou, een hond lachen doet hij niet, maar plezier kan hij zeker hebben. Kan heel enthousiast zijn. Liefde, nou, een dier kan ontzettend liefde voelen. Verbazing, onze poes is regelmatig echt verbaasd over iets. We hebben een ratje thuis gehad. Maar die is helaas niet meer, dat is wel heel oud geworden. Maar die had de vrijheid genomen en die liep dan, dat was een dier ook van diezelfde dochter. Die liep vrij door de woning heen en die ging dan... kattenbrokjes stelen uit het bakje van de katten, een kattenbrokje, en daar zat de poes naast. En ik keek helemaal verbaasd, ja, gebeurt daar nou? Een klein wezentje komt eraan, gaat ook weer weg met mijn kattenbrok. Dus een poes kan zich wel degelijk verbazen. En, vreugde hebben we het al, juist, vorm van lachen, vreugde, zeker. Dieren kennen dit allemaal. Dat hebben we gemeen met de hogere zoogdieren. Maar deze... Daar is het anders mee gesteld.
Dit zijn emoties. Wat is het verschil? Wat zou het verschil zijn met deze emoties en die emoties? Van deze mens. Nou, die kun je ook verbergen. Ja, die kun je. Ze ontstaan uit de eerste emotie. Ja, ook. Ja, wie zei dat? Ze ontstaan uit de eerste emotie. Ja, precies. Anna, dat is waar. Ze ontstaan uit de eerste emotie. En ze ontstaan uit de eerste emotie en je doet er nog iets mee. Over nadenken. Ja, dat is het precies. Het is, je gaat erover nadenken. Je gaat met je gedachten een commentaar geven op de primaire emotie. En dan ontstaat deze. Als ik het nog krachtiger moet zeggen is, je blokkeert op de eerste emotie. Je blokkeert de eerste emotie en je produceert daarmee iets anders. Ik zal je een voorbeeld geven, ook weer uit mijn eigen familie, waar je heel veel prachtige voorbeelden hebt. Ik zal er straks ook een van mezelf vertellen, maar deze is van mijn kleine dochter. En dat illustreert heel goed wat je eigenlijk doet met wat een emotie eigenlijk is. Dat is het voorbeeld van schaamte. En wat voor schaamte gaat straks kunnen ingaan op andere emoties, maar het principe is hetzelfde. Ik had net een nieuwe harddisk gekocht voor mijn computer en het was een prachtig zwart doosje met een mooi, prachtig glimmende oppervlakte en het zag er heel mooi uit. En ik had het naast mijn bureau staan en zo. En ik heb een heel oud autootje nog bewaard uit mijn kindertijd, van blik, helemaal gammel en alles. En dat autootje heeft ijzeren wieltjes, want dat reed op een baantje. En die had ik daarop gezet en dat zag er prachtig uit. Het spiegelde in dat zwarte oppervlak, groen blikken autootje. En ik ging weg. En s'avonds kwam ik thuis en ik keek even naar de prachtige nieuwe aanwinst. Die gladde. Er zaten overal krassen op. Het was helemaal ondergekrast. Ik zeg, wie heeft dat nou gedaan? En in een keer komt mijn jongste dochter naar me toe. Zegt, mama, ik heb het gedaan. Ik zeg, hoe kun je dat nou doen? Maar kijk, allemaal krassen. Zegt, papa, ik wil niet dat dit gebeurd is. Ja. En toen dacht ik bij mezelf, Ebony heet mijn dochter. Toen dacht ik bij mezelf, Ebony, jij geeft de exacte definitie van schaamte. Wat je nu zegt is schaamte. Schaamte is, ik wil niet dat dit gebeurd is. Dat is schaamte. Iets is gebeurd, zij heeft een ongelukje veroorzaakt. En ze heeft een ongelukje veroorzaakt. En de emotie die daarbij komt, ze merkt het, ze schrikt. En het doet ook pijn. Het doet pijn dat dat gebeurd is. En in plaats van dat te beleven en door je heen te laten gaan, blokkeer je en zeg je, ik wil niet dat dit gebeurd is. En dus kan die emotie niet door je heen gaan. En welke primaire emotie is dit nou? Ja, ik zeg al, het is een mengeling van pijn en angst. Angst van, in mijn geval, van hoe zal mijn vader reageren? Schrik van wat is er gebeurd? En pijn van, wat heb ik veroorzaakt? Ik ga er straks nog wel dieper op in dat duidelijker wordt tussen pijn en angst. Het vervolg van het verhaal was dat ik tegen haar zei, ik zag hoe zeer ze schrokken. En ik zei, kom maar Ebony, kom maar, zo erg is het nou ook weer niet. En ik nam haar in mijn armen, ze moest huilen. En ze huilde een minuutje in mijn armen en het was weer over. En dan zie je meteen ook wat er eigenlijk, een heel belangrijk gebeurt. Dan zie je wat er gebeurt. Een kind heeft vaak om iets te verwerken de ouders nodig. In de armen van de ouders huilt het kind en gaat de emotie weer naar beneden. Klinkt de emotie uit. En verwerkt het kind het. Had ik bijvoorbeeld tegen haar gezegd, in plaats van haar in mijn armen genomen, had ik gezegd van, jeetje, hoe kun je dat nou doen? Ben je nou helemaal bedonderd? En nu, en weg. Hup, wil ik nooit meer zien. Als ik dat gezegd had. Dan had zij met haar emotie, was ze blijven zitten. Dan had ze de emotie gehad van, oh, jeetje. Wel nu. Eén keer is dat niet zo erg, als dat één keer gebeurt. En twee of drie keer is dat ook niet zo erg. Je voedt een kind ook op en af en toe ben je hard en zet je grenzen. Maar als het continu gebeurt, als het eigenlijk de manier van doen is, van de ouder, tegenover het kind, dan laat het wel degelijk sporen achter. Wat er dan gebeurt is, je creëert dan op dat moment eigenlijk een, wat ik noem, een allergie. Je creëert een allergische reactie.